prison can't hold up. Mountains. Goedemorgen mensen, welkom bij onze nieuwe vlog. Kijk, zoals je ziet is onze kamer helemaal leeg. Maar dit is de nieuwe kamer. Want ze hebben een of andere evenement en we hebben alleen maar last ervan. We worden helemaal in onze kamer, we waren heel vroeg wakker, om 8 uur of zo, 7:30. Ja. Dus, dit is onze nieuwe kamer. Nu hebben we gelukkig wel een raam. Die andere kamer had ook wel een raam, maar ze hebben het dichtgestickerd. Want je keek op een vergaderruimte. Maar nu kijken we gewoon lekker op de winkels hier beneden. Nu komt het tenminste daglicht naar binnen. Ja. Dus ik ga Shari even halen. En dan gaan we verplaatsen. Het is echt niet leuk dit hoor. Ik weet niet waarom je dit speelt. Ja, inpakken naar de andere kamer. Hoofdpijn hoor, tijdens je vakantie dit doen hoor. En al onze vieze kleren. Zo, we zijn helemaal geïnstalleerd in ons nieuwe kamertje. Shari moest de ballonnen per se meenemen en de andere heeft ze allemaal stuk moeten maken. Helaas. Helaas vindt ze. Ze is toch al jarig geweest. En deze dingen, als ze niet uitkijken, dan neemt ze ze ook mee naar Nederland. Nee hoor. Die ballonnen neemt ze niet. Kijk, kijk. Weer tangen. Ik moet je ook niet eens met mijn buitenlopen wel. Ik ook al, want het gaat tangen. We zijn bij Mangusa Hypermarket. Shari is de favoriete supermarket. Dus ik ga lekker veel eten daar. Hè? Ja, is dat zo? Ja, eten is tijd. Hier eten we sowieso elke vakantie. We moeten hier eten. We moeten hier eten. Er is wel patat. Maar wat? Zoveel lekkere dingen in Venezuela wel patat. Ik zie daar ook iets spannend, daar is zoek, ik weet niet wat het is, maar het is wel lekker. Hier zijn de salades, liefhebbers. En allemaal lekkere soep. En pizza. Zo, we zijn eventjes bij de supermarkt. We gaan naar Van den Twiel. Ze noemen het Van den Twiel. Ik weet niet waarom ze die naam hebben veranderd. Maar het is gewoon een Albert Heijn. En duurder dan die van Nederland. Ik zal jullie laten zien. Kijk, we zijn in Albert Heijn. Oké, daar. Al die blauwe in Albert Heijn. Wat karretje? Ja. Is goed. Kijk, aan die paprika. Ja, ga lopen. Achter jou. Kijk die vuilniszakken die we ook gebruiken. Het zijn gewoon in Nederland. De goedkope folie is gewoon maar weer op. Wat is de goedkoopste folie dan? 6 gulden. Dat is 3 euro. Ja. Daar zie ik ook, volgens mij. Maar ik zie 2,80 daar. Oh, is lakpapier. Hebben we wel papier nodig? Gaan nee. Nee. Dus deze chips kopen wij in Nederland voor 4-5 euro. Kijk hoeveel gulden ze hier zijn. Omgerekend, ja, je moet hem omrekenen. Dat is misschien 12-13 euro is, hè? En al die chips hier en zo zijn allemaal 5 euro en zo. Gekkigheid. Nou, dit was Van der Twiel. Kijk wat ze producten. Maar die durf je niet zoveel te kopen. Zo. Gaan even alles inpakken hoor. Al die moeite die Shari doet. Voor niks. Want ze wilde per se naar hier te komen. Voor deze zakken. Zo'n klein beetje spullen hebben we 5 euro betaald.
Deze zakken. Hoeveel heb je betaald? 50 euro. Ja, 100 gulden. 100 gulden. Voor een klein beetje boodschappies. Kijk hier, van der Twiel boodschappen. 50 euro. En kijk wat we hebben. Bijna niks. Alleen maar drinken. En drinken, korfvlees en een paar koekjes. Dus niks. En jij vond dat ik. En je zei: oh, heb je wel genoeg voor die tas? Want je moest 50 euro gulden hebben. Nou, meer dan genoeg. Voor de 2 gulden tas. Zo, onze zwembad is gelukkig open. We kunnen gewoon heerlijk zwemmen. Lekker hoor. Heerlijk. Kinderen zijn blij. Het is wel lekker zwemmen. Het zou erg tot september dicht zijn. Maar het is toch open gaan in de vakantie. Heerlijk. Papa. Ja, boy. Mogen we daar ook zwemmen? Is het lekker? Ja, maar het is lekker warm. Het is warm in het begin. Daarna wordt het wat kouder, ja. Is wel mooi, Effie, daar zo. Ik had zo'n hoesje moeten kopen voor dit tegen water kan. Easy. Ga zwemmen dan, ben je bang? Voor mij is het ondiep hoor. Ik ga overal staan. Het is niet diep. Ha, je hebt je diploma, dus je kan toch zwemmen. Het is niet zo bang hoor. Zou je even kijken hoe ver je kan? Hoe ver je kan? Ja. Wat is daar achter dan hier? Daar is een muurtje naar de zee. Ja? Oké, dan ik ga mijn camera terugzetten en dan kom ik eraan. Lekker toch? Oh, dit is het zwembadje. Hier, deze is wel gewoon, die andere is zout. En dan kijk ik op de zee. Super nice. Zo, die kinderen zijn nog lekker aan het zwemmen. Ze zijn helemaal blij dat ze erin kunnen. Maar deze kinderen houden niet echt van strand. Maar ja, dan hebben ze pech, want we gaan toch naar het strand morgen. Het is naar de grote klip of een van die andere stranden bij Bandabouw. Maar ze willen eigenlijk niet naar het strand. Maar ja, ze hebben pech, want ik wil wel naar het strand. Want ze kunnen altijd in het zwembad nog komen zwemmen. Dus. En hier kijken we op uit. Op de zee. Shari is niet met ons meegekomen, want ze is de boek van Welles kwijt. En ze heeft overal gekeken, maar ze kan het niet vinden. Dus ik hoop dat het vanavond wel boven water komt. Wat doen? Stop! Oh, wat ga je dit doen? Ga ik zo. Dat wil ik niet eens kunnen. Want ik weet niet waar dat is. Oké, maar het begint al donker te worden, dus we gaan zo meteen lekker naar binnen. Hè? Gaan we douchen, omkleden. En als jullie Turkiepang willen, kunnen jullie Turkiepang eten. En dan eten jullie wel wat anders. Hallo? Ja, eten jullie wel Turkiepang? Ja, wij eten dat wel. Nee, Sharon niet. Nee. Ja, gewoon patat met kip of andere dingen. Of borrel. Je geniet van het water, hè? Ja. Als we vanmorgen al weg gaan, ja. Vies. Ja! Hallo, kijkers. Oh, wat is dat zo'n vlog weer? En dit is onze honderdste vlog. En wij gaan nu een dansje doen. Wij gaan nu een dansje doen. Wij gaan goed naar ons. Zo, we zijn weer lekker buiten. We zijn ons omgekleed. We hebben lekker gezwommen. Nu gaan we weer eten. En dan vandaag weer even, als de kinderen hebben even pizza uitgegeten. Maar we gaan even pizza eten met z'n allen. Oma Shari, de zusje en de kinderen. Even lekker relaxed. En daarna zie je wat er weer deze avond. Maar niet zoveel hoor. Pizza het, hier gaan we eten. Heerlijk. Zo, onze heerlijke pizza is gearriveerd. Dit is voor Shiro, de corona pizza. Shari doet met de ham en cheese. Ja, dat wist ik. Vindt wel de eigen pizza. Een margarita. Of geen bordje, want dat heeft geen zin. En we hebben onze heerlijke kant colita. Ik heb geen bordje nodig, want ik kan niet met bord eten. Zo lopen we terug naar het hotel. Iedereen is op Mars is vol. Gaan we lekker slapen. Ja. Daar zo,
Zo, iedereen kleertjes uitdoen en lekker naar bed. You know it, you know it, it's true. Ain't no prison can hold up. Mountains we climb up.